En wat denk jij nou dat er de komende jaren van doorslaggevend belang is voor die hele wereld? Dat hele complex van in- en uitvoer, douane, noem het allemaal maar. Nou, het belangrijkste is dat we echt gaan samenwerken met elkaar. En dat we ook begrip krijgen voor elkaars situatie. We kunnen niet van de douane verlangen als ze het helemaal alleen doen. Ze doen hun stinkende best al. Het is een moderne organisatie. Maar dus ze moeten net dat stapje extra nog gaan doen. En we hebben daar ook hulp bij nodig, ook vanuit een overheid. Maar ook het bedrijfsleven die verantwoordelijkheid moet nemen. Nou is er nog niet zo lang geleden, een week geleden, was er een soort manifest van douane, bedrijfsleven, van jullie. We gaan samenwerken, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Gaat dat echt die grote verbetering brengen? Nou, ik mag hopen van wel, want op het gebied van ICT, ja. Op het gebied van de samenwerking. Ja. Ik mag hopen van wel. Het is een opdracht die we hebben gekregen van de staatssecretaris. Dus onze focus moet hierop gaan liggen. We hebben een duidelijk mandaat ook gekregen. En we zijn nu als overleg douane bedrijfsleven ook gedwongen om ons daaraan te gaan houden.